is dat nou met een hussel? Wat gaat er gebeuren? Wij gaan een brood brengen naar de ouders van Yvon. Want die hebben geen brood meer? Nee, die hebben geen brood meer. Dus dat gaan wij aanleveren. Iedere dag? Nee, niet iedere dag. Ik weet eigenlijk niet hoe vaak. Hoe vaak jij brood gaat brengen? Oh ja, 3 keer in de week brengen we brood. 1 keer in de week met de andere boodschappen erbij. En de andere 2 keer brengen we gewoon een brood. Nee, we kunnen niet hamsteren, want ze hebben geen diepvries. Dus wij blijven aan deze kant lopen nou. Nee, dus we brengen gewoon vers brood, zo'n beetje om de dag. En dan 1 keer in de week brengen we boodschappen. Maar dan willen ze persoonlijk af, dat mag niet. Nee, dat mag niet. We geven het aan de portier. En de portier die zorgt dat het meteen naar hun kamer wordt gebracht. Ja, zij vinden het verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. Het is moeilijk, want ze vergeten het ook steeds. Dus ze vergeten dan eigenlijk waarom ze ons niet mogen zien. En dat maakt het ingewikkeld. Maar goed, ja, tuurlijk. Want, ja, we vinden het heel verdrietig om ze dan zeg maar verdrietig aan de telefoon te hebben en het moeilijk uit te kunnen leggen. Dus we blijven wel iedere keer rustig herhalen. Ja. Maar ja, het is gewoon een zoektocht. Maar dat is overal. Ja, denk ik toch, hè? Ja, dat geldt voor iedereen. Dus,